Hudson zich aan het klaarmaken is om in te vallen. Is hier al een site. Een graf maken, jawel. Janik, is hier al. Leander de Droog, Palmi. Drie pannen, dat kan niet. En voilà, hij heeft shot. En inderdaad, zoals je zei, hè, Damme, jeugdspeler van de B-ploeg bij United. Daar een van de sterkhouders ook. Ja, zeker weten, een van de sterkhouders. Die draagt die ploeg daar. Ja. Als hij dat had gedaan, dan had ik het ook wel begrepen natuurlijk. Ja, tuurlijk, zo is dat ook. Hij staat vrij, hij maakt dat shot nemen, man. Dat is een 30-20. En daarvoor moet je natuurlijk meteen iemand gaan afschieten. Goeie rebound, Janik Damme. Heel slecht daar met Janik Damme, heel atletisch. Inside de zero. Nosek. Goeie rebound, goeie tip van Janik Damme. En de zero. Sterk. Heel sterk. Bal mee. Hammond. Nee. De zero gevonden. Jawel, hij maakt het af. De zero. Het is gezegd. Nog een keer. Voor 3. Van weg. Jawel. Jonas. Nu altijd speelbaar voor de bal. Delayeur voor 3. Jawel. Makkelijk. Als bal tegen zijn pijn kan terugtrekken, wat heeft gespannen worden. En als hij uit deze kloof kan uitdiepen, met de middelste misschien, jawel. Alweer Janik Damme daar met een agressieve ja, defense. Ja, die geeft agressieve druk in defense, maar wordt wel geklopt door Roel. Ja, overbeek met een blockshot van Janik Damme. Ja, blockshot zuiver op de bal. Ja. Misschien in de middelste. Jawel. Nielsen opnieuw voor 3. Nielsen. Nielsen van de ring. Ja, die ga je daar niet stoppen hoor. Nielsen gaat die korrel maken. Je wist. Hey, rebound. Dit nog een rebound. Jawel. Nielsen. Hey, zo. Hudson. Dat is niet zwaar. Blok van Janik Nielsen al. Ja, Mitchell glijdt uit op dezelfde plek op het logo van Isola. Ja, ze vinden die korf zo moeilijk, hè. Best dat hij nu toch wel, ja, maar wel stellen dat hij in een definitieve plooi aan het vallen is. Dus hij wel gevallen is. Zeker nu. Ja, ze kunnen dippen. Zeer leuke, mooie stad ook. Slechte pas, moeilijke pas, Paul Mina. Ja, als Janik Damme kan bereiken dan.
Ja, 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 ja,